Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Omega Ruby Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Hallo. 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 De vorige aflevering verneukte ik het pittig hard en nu ga ik het nog een keer verneuken. Als ik het nou nog een keer verneuk, dan is de serie afgelopen, want dan heb ik geen Pokémon's meer over. En ik heb vorige aflevering natuurlijk Marwell gevangen. Of hoe je dat ook maar uitspreekt. Ja. Ik weet niet meer welke naam ik hem gegeven had, maar ik weet wel dat dat net niet in de aflevering zat. Ah, oké. Okay. Omdat ik hem echt net had gevangen en toen stopten we de aflevering. Ah, oké. Okay, okay. Maar dat maakt het niet zo heel veel uit. Ik zal heel even snel de Pokémon's laten zien die ik nu heb. Ik heb sneller de Linoone van level 22. Ik heb Gyarados. Level 22 genaamd Blubby. Ik heb Drew de Roselia van level 22. En ik heb Gloom genaamd 420 Blazed. En ook level 22. Het wordt erg moeilijk. Ik kan bijvoorbeeld in deze gym Gyarados al niet gebruiken. Omdat die 100 KO is. Ja, dus, maar je neemt hem wel mee? Ja, want gewoon XP punten, zeg maar. Oh ja, tuurlijk. Ja. Oh, wow. Heeft hij ook iets van Dragon Rage of zo, of Twister? Nee. Hmm. Helaas. Dat is teleurstellend. Ja. Ja, ik heb de gym ook eigenlijk al verslagen. Mm-hmm. Heb je inmiddels Geodude ook al, of niet? Nee, Geodude nog niet. Oké. Okay. En Aaron? Aaron en Marwell dus wel. Oké. Okay. Organize boxes, moet ik dat hebben? Volgens mij wel. Wie ga ik weg doen? Ja. Dat is een goeie. Oké, mijn battle is begonnen. Ah, ik heb hem geflinched. Very nice. Oké, dat is een goed begin. Kan ik eventjes zonder. Oh, ik heb hem twee keer geflinched. Oké. Oké, gaat lekker. Als dit nou zo doorgaat, dan kunnen we doorgaan met deze serie in plaats van dat we moeten stoppen. Ja. Dan wordt het geen Black and White tweetje. Echt, hè? Oh, wel, met Soul Link is dat. Oh, hij doet Super Potion. Maar Super Potion is op zich best wel voordelig, want dan doet hij die straks niet bij die Magneton. Dus dat is op zich wel handig. Dat is waar. Volgens mij hebben we het bij Diamond and Pearl ook zo vaak gereset? Volgens mij niet. Nee. Volgens mij was dat de enige waarbij de resets aardig redelijk waren. En deze dan. Ja, we hebben hier nog niet echt hoeven resetten. Alleen, maar toen deden we ook andere locks, hè? Ja, dat is waar. Ik vind een, hoe heet het lock? Soul Link ook wel lastiger dan een gewoon. Ja, ik ook. Ook omdat je zo erg, benadeeld wordt. Omdat je met de andere gekoppeld zit. Als die dan doodgaat, dan ben jij ook meteen je Pokémon kwijt. Cool. Dus dat is echt kut. Ja, dat is echt hardcore, de Soul Link. Soul Link is oprecht echt heel lastig. Mm-hmm. Maar ik vind het wel een leuke locktype op zich, alleen het is jammer dat hij zo lastig is, zeg maar. Yep. Okay. Poison Powder, dat werkt natuurlijk niet op een Zubat. Oh, wow. Ik heb het de vorige aflevering al gezegd, maar ik haat de move Volt Switch. Daar ben ik in mijn Firelock in Black and White 2 ook al heel veel Pokémon's op kwijt geraakt. Ik haat dat echt. Ja, dat heel goed. Mijn hart. Dat is wat ik al kutte. Ja. Yes. Okay. Oef, dat deed weinig damage. Ik denk, jij hebt ze vast allemaal heel hoog level, of niet? Level 22. Ja, ik heb echt nog echt veel lager level Pokémon's ook nog. Ja, misschien dat je even kan trainen in de tussentijd. Ja, dat ben ik dus nu ook aan het doen. Alleen deze Zubat is beter dan gedacht. Ik denk, die heb ik zo dood. Nee hoor. Beetje jammer. Mijn Furry Strike was wel 5 keer. Dus nog 1 keer 2 hits en hij is dood. Ja, precies. En dan doet hij weer storm. Oké, dat vind ik niet. Flinch! Oh, fucking kut, hoe heet ik haatje. Volgens mij kan deze Magneton geen Volt Switch. Want hij heeft hem nog steeds niet gedaan. Zou best kunnen hoor. Volgens mij hebben ze hem bij mij ook niet gebruikt. Ja, misschien maar ja, omdat... ik had bijna alles one hit KO. Ja, dan kunnen ze hem niet gebruiken. Als eerst zijn wel. Want ik weet niet of negative priority heeft. Maar... Nee.
Maar Voltorb en Magnemite hebben die wel, alleen Magneton volgens mij niet. Ah. Oh, dit wordt wel tricky. Toch proberen. Een Ampra. Oh, ga ik die in één keer... als ik nu mezelf hit in... Oh, gelukkig. Ik hit mezelf niet in Confusion. Oké. Teleport. Ah, is een Ampra eerder dan een Shroom is? Omdat hij het wil. Nou... Oh. Ik wil dat niet. Meh. Ja. Waarom kom ik geen Pokémon tegen? Echt zo net. Pokémon naar Pokémon nu. Yeah. Nee. Gaan we niet doen. Oké, de Magneton is dood. Dat is de moeilijkste van de drie. Dus dat is nice. Dat is Dat is al een voordeeltje. Dat is eigenlijk niet vies. Oh, wanneer evolueert Ninkada? Level 20 geloof ik. Level 20? Ja, volgens mij level 20. Dat is echt laat. Oké, dan kan ik nog wel even. Maar dan moet ik natuurlijk een spot vrij hebben. Ja, en een Pokeball. En een Pokeball, heb ik dat? Waar staat... Oh ja, ik heb 7 Pokeballs. Ja, daar moet ik wel op letten, want anders dan is hij straks... gaat hij evolueren. Nou, hij is daar 15 hoor, dus zo snel zal het niet gaan. Maar voor het geval dat, ooit komt die dag. even kijken. Oeh, hij doet charge. Special defense omhoog. Oh, ik deed nog best wel wat damage. Oh, dit nog een keer charge, dan kill ik hem nu niet. Of ik weet niet of Mystical Leaf special is, volgens mij wel. Weet ik niet. Ja, lijkt me wel, maar. Ja, zo te zien wel. Ja. 5 times arm thrust, doe eens even mal, Makuhita. Hey Sander, ik heb gewonnen. Ja. Echt? Ja. Nou, tot zover mijn training. Nou, ah, niet dat zo heel veel... Volgens mij was het ook niet slim om hier te gaan trainen in Granite Cave trouwens. Nou, dan zijn ze best laag level denk ik, of niet? Ja, daarom. Maar aan de andere kant, zo erg goed krijg ik ze ook niet dood. Dus misschien was het nog helemaal niet zo heel gek plan. Jij hebt de fiets al gehaald, hè? Want dan ga ik dat even doen. Ja. Je moet toch naar deze kant op komen. Ik heb tot aflevering 5 inmiddels al geëdit en ingepland staan. Zo, lekker bezig. Oh ja, ik moet die van mij nog sturen natuurlijk. Ja, alleen ik heb in aflevering 4 heb ik denk ik, ben ik wat vergeten. Want dan kwam ik in aflevering 5 pas achter dat jij opeens, dat jouw Mudkip was geëvalueerd. Dat had ik nog niet... In aflevering 4 nog niet gezien gebeuren. Ja, dat is teleurstellend. Maar, oké. Ja. Maar ik was in aflevering 4 zo bezig met dat ik al mijn Pokémon's dood ging, hè. dat ik dat waarschijnlijk daarom heb gegeven. Oh, hier zijn ze ook level 10? Wat? Alhoewel, deze zijn wel... Ah, nee, die doen ook vrij weinig damage. Dat scheelt wel. Aan de andere kant doe ik ook vrij weinig damage, dus... Ik ga ze wel gewoon aanvallen, want... Wat is de snelle bike? De Acrobike of de Marchbike? Volgens mij Mark, maar dat durf ik... Ik heb het opgezocht. Volgens mij was die Acrobike voor de... Stunts. Oké. Oh, ga niet de fans laten vallen, man. Jawel. Nee, deze Electric mag echt neer. Wat onaardig. Ja, maar ik wil door met mijn leven. Nee, Electric, wat doe je nou? Hebben we nou een speedtar? Want zo net was ik eerst, nu zij ineens eerst. Zal ik heel even op jou wachten? Nee, ik haal wel weer in. Oké.
zonder speeden. Oh, deze keer wel. Ik erbij zeggen voor het zegt, ja, met speeden wel. Zo ben je. Ken je. Deze is level 13. Nee, dat is ook niet handig. Wat is goed tegen een Wingo? Hé, ik moet ook tegen een Wingo. Tegen een Wingo elektrische aanvallen. Ja, die heb ik niet. Ja, dan moet je ook niet... Nee, ijs aanvallen. Oh, nee, wacht. Melwor is natuurlijk 12. Oké. Okay. Heb je het overleefd? Nou, dat weet ik niet. Ik heb hem net ingezet. Okay. Hij doet wel Water Gun. Oké, dat was een crit. Okay, ja, je bent een steel Pokémon, hè, dus dat scheelt zoveel. Oh, Fairy Wind. Steel, step, ja. Natuurlijk, in plaats van Bite. Ja. Bite is dommer, want dat is geen step. Mawile heeft echt een goede type. Steel Fairy is echt gewoon echt OP. Gewoon. Ja? Ja, een fucking goede type. Want je kan gewoon tegen Poison, omdat je steel bent. Oh ja, natuurlijk, ja. Je kan gewoon tegen Fight, omdat je Fairy bent. En Steel zelf natuurlijk. Dat is ook niet super effective, of wel? Exact. Want Steel is niet super effective op Steel. Ik twijfel nu wel of Fight geen super effect heeft. Ik denk wel dat Fight super effect heeft, ondanks dat je Fairy bent. Ja, maar ik heb wel wat voor Fight. Waarom heet je nou steeds jezelf? Kutbeest. Ik snap dat je level 12 bent en niks kunt, maar... Godverdomme. Had jou ook tweede death bijna gebeuren? Yep. Echt? Derde toch? Nou, als ze zo door blijven gaan, wel. Wie was jouw tweede dan die doodging? Ik heb... Taylor ging dood? In aflevering 4? Ja. En dan nog Coleman. Oh ja. Dus... Supersonic, avoid it. Oh nee, ja, want je bent toch de hele tijd ben je in confused, maar nu ineens kun je wel een attack avoid it. Echt, ik haat je zo. Rustig. Deze game. Kunnen we een andere game spelen? Bijvoorbeeld X en Y, ik noem maar wat. Jij gaat hartstikke goed, niet zeuren. Nee, maar deze Wingo, echt. Gaat hij nu natuurlijk snel... Oh nee, wat ik. Hij had al Water Gun gedaan. Zij kon niet meer supersonicen. Mag ook eens een keer. Ik vind Confusion echt irritant. Vooral ook omdat bij mij hit ik altijd mezelf. Maar bij anderen... Nee, dan is het altijd... Echt, Ik ken je pijn. Kan ik niet runnen weeën van mijn Minum, echt. Gaat lekker hier. Ik moet eigenlijk even opzoeken waar ik een Leaf Skill kan fixen. Ja. Okay, want ik weet dat ik een Shiny Stone heb ik nodig voor... mijn grote vriend... Roselia. Oh ja, tuurlijk. Maar die kan ik echt pas heel laat krijgen. Ja, maar Roselia op zich is toch ook best goed. Ik bedoel... Ja, tuurlijk is Roserade beter, maar... Ik denk bij Roselia dat dat niet heel erg is, zeg maar, als je hem niet evolueert. Nee. Oh. Nee. Ik zit maar achter wat te maken. Oké, dat duurt ook nog lang voordat ik een Leaf Stone heb. Dat is echt kut. Dat het zo lang duurt in deze game voordat je stones hebt. Ja. Haha, Spark, dat werkt niet op mij. Kut, Minum. Ho, rustig. Zo. Ja, ik haat die Pokémon al en dan gaat hij ook nog vervelend open doen. Nou, dan ben je bij mij aan het verkeerde adres. Je zit namelijk niet op adres... Piep! Nee. Ja, zodat ik ga mezelf niet doxen, zeg maar. Nee? Nee. Dan doe ik het voor je, nee. Jij weet mijn adres zie je in de beschrijving, nee. Kom jij straks... Ja, Sander, wat was je adres ook alweer? Waarom heb je dat opsturen? Mag gewoon! Ja. Oké, welke kant moet u überhaupt op eigenlijk? Bij de stad van de derde gym naar links.
Oké. Ik ben nu in die route tegen wat trainers aan het vechten. Oh, dat is wel slim. Nou ja, ik heb niet veel keuze hoor. Het was geen keuze van mezelf om dat te gaan doen. Is dit een trainer? Nee, zeker, boeien. Dat was niet. Oh, dit is een dubbel battle. Durf ik dat aan? Niet met ijzer. Oh, zo had ik hem dus genoemd trouwens. IJzer? Ja. Nice. Ik weet niet waar ik die inspiratie vandaan haalde, maar het was wel goeie. Als je het al inspiratie kan noemen. Nou, wat een disrespect ineens, hè. Wat een disrespect. Hey, Dragon Rage. Very nice. Shiksugune en Makuhita, die gaan zo neer met mijn Makuhita en... Oh. Ik heb mijn zoomer nog voor opstaan. Holy damn, level 18. Oké, misschien moet ik eventjes... Ik moet straks ook gaan trainen, joh. Anders dan raak ik allemaal mensen kwijt. Dat zou best wel sad zijn. Dat willen we niet. Ik heb al genoeg Pokémon verloren. Eigenlijk vond Telo eigenlijk als enige echt erg. Maar goed, dat doet er niet toe. Wie was Coleman ook alweer? Shiksugune. Ah. Nice. Dat boeide me niet heel veel. Zeg maar, ik had hem bij me zo van, dan kan ik hem nu gebruiken. Maar het was niet echt zo van... Om op te offeren. Ga ik... Ja, nou, onder andere. Nee, het was meer zo van, ja, die ga ik niet... niet gebruiken op de lange termijn, zeg maar. Snap ik. Waarom hebben al die trainers 6 Pokémon's? Doe even normaal. Wat? Ja, 2 van die trainertjes in deze route hebben 6 Pokémon. Ah, wel veel experience. Ja, maar de eerste had hij nog wel allemaal baby Pokémon, dus daar had je ook niet heel veel aan. Oh. Sweet scent, nee. Oh! Dat is wel handig voor hordes. Wacht eens eventjes, dat is handig voor encounters natuurlijk in deze game. Oh, dan doe ik die voor fake tears. Ik weet niet wat dat doet namelijk. Kon ik net lezen, maar alsnog weet ik het niet. Ja, precies. Hoezo flinch jij mij? Wat een onzin. Oh, dat was voorspalm. Ik dacht dat het armtjes was. Is fighting tegen fighting? Dat is toch gewoon 1 keer? Gewoon normaal, ja. Ja, dat zou ik ook denken. Als ik een bokswedstrijd kijk tussen Rico en Badahari, dan verwacht ik niet dat ze beide heel weinig damage doen. Nou, aan de andere kant, het zijn echt kasten van een vent, dus beide. Dus, dat opzicht. Hello. En Makuhita is neer. Niet mijn Makuhita, gelukkig. Ik moest ook al tegen de Makuhita. Was jij tegen die dubbelbattle? Nee, ik zit bij de laatste trainer in de route, denk ik. Oké. Okay. Oh ja, dan moet ik wel eventjes opschieten. Rob Bijfong is level 13. En Rocktomb. Oh, dat is echt wel chill. Bijfong is Aaron, toch? Ja. Had hem Aaron Doku genoemd. Kom je nu mee? Ik bedenk me het ook pas nu. Hé, ik moet nu tegen een Aaron, lol. Te laat. Oké, waar is nog meer zo'n gastie? Misschien moet ik eerst even healen, voor zekerheid. Dat is ik ben echt heel voorzichtig, omdat al mijn Pokémon best wel laag level zijn. Dus... kan Milan lekker nog langer wachten. Ja. Ik moet switchen. Cool. Kom Celia maar. Ja, ik vind Roselia wel een coole Pokémon. Ik op zich ook wel. Hey. Ik wil tegen jou vechten. Kom vechten dan. Ja, echt. Nou, op dat punt zit ik wel nu. Een Shiksugune. Blinde bandiet is natuurlijk niet handig tegen een Doduo.
Fungi. Nee, want Flying is super effect. Oh nee, dat is vier keer effectief voor jou. Dan moet ik gewoon Muddy inzetten tegen Dodo. Oh nee, het is nog geen Breloom, hè, dus je bent nog geen Fight Pokémon. Ja, maar alsnog. Ja, dat is wel super effective. En. Nou, nee, oké, okay, mijn ding is dus wel level 20, dus twee levels hoger, maar alsnog. Met shot of met bom? Met bom is beter volgens mij. Oh ja, maar die heeft. Dat werkt natuurlijk niet. Alles goed? Ik zat zo met dat Doduo ook flying was en dan nu. Doe ik een. Sad. Hey, Pokémon Center. Daar hou ik van. Ik ben verdrietig. Wegens mezelf. Dat ik zo sneu ben. Oh, ik ben wat vergeten. Volgens mij moet je nog iets halen in de vorige stad. Tenminste, normaal moet het wel. Even checken. Ja, nou, ik ga gewoon door. Oh, wat? Ja. Help. Waarom zit ik ineens in de help-tab van Citra? Oké. Dat weet ik niet. Ik op weet de niet hagen hoe ik dat voor elkaar kreeg, maar... Toevallig op de hagen druk van help? Nee, volgens mij niet. Maar... Ja. Ah, zo. Ja, tegen een winkel is het zo handig. Wat zal ik doen? Ja, Muddy toch weer. En dan doe ik een ground aanval, want dat is heel slim. Ik heb het gevoel dat het niet heel slim was. Nee, ik moet tegen een bingo. Ah. Ik deed ook een knipoog. Dat zul je wel zien in de opname. Nice. Ja, misschien viel het niet zo op, maar ja. Ik zit nu op een punt dat ik wel weet wat ik moet doen in de originele games, maar even niet hier. Want normaal moet je nog strength halen voordat je verder gaat. Maar dat mannetje, de hele stad is anders, zeg maar. Dus dat mannetje is niet waar die normaal is. Dus ik ga wel gewoon proberen of ik strength in die andere stad krijg. Zo. Ja, slim. Oké. Shroomish tegen Shroomish, let's go. En ik heb poison power. Oh, misschien dat hij die natuurlijk ook. Nou ja, boeien. Wacht, doesn't affect... Sad. Shroomish is toch gewoon gras? Ja. Dan is poison toch super effective, wat? Nou. Misschien deed hij iets speciaals? Nee. Misschien heeft hij een ability? Poison heal. Oh, dat was sowieso niet slim geweest. Dat zie ik nu. Ik heb poison heal, dus. Ah. Ja, misschien... Nee, want poison heal, dat is als je poison bent dat je dan healt. Weet je zeker dat het niet is dat als iemand een poison aanval doet, dat je daar dan health voor krijgt? Nee, want ik had hem laatst in de aflevering bedenkt net. Toen ik het oplas. Toen dacht ik, oh ja, ik had ook poison heal. Oké. Goldeen. Dat Goldeen. Die vindt Misty cool. Alhoewel, die heeft ze denk ik niet in de originele games, of wel? Zeg maar Red en Blue. En Misty. Goldeen. Ja. Nee, die heeft Staryu en Starmie geloof ik, toch? Ja. Ik ook denk, dan heb je Goldeen. Of Seeking. Op Psyduck. Kies je Staryu en Starmie? Huh? Beetje raar, maar oké. Dat vind ik overigens wel vette Pokémon's. Leuker dan Goldeen. Ja, maar ik denk niet dat die sterker zijn. Alhoewel, ze zijn wel psychic. Starmie wel hoor. Ja, Staryu niet toch? Alleen Starmie of Staryu. Ja, oké, okay, maar ja, oké. Okay. Ik snap het wel, nevermind. Vergeet wat ik heb gezegd. Oh, wacht, je moet Rock Smash Shaker doen. Oh ja, oké, okay, niks aan de hand. Oh. Attract? Ah. Nee. Good Skitty. Ik wil niet. Oh, ja. Goed zo. Kijk. Mijn blinde bandiet... Bij mijn blinde bandiet... maakt liefde niet blind. En dat is goed. Aha.
Duimpje omhoog voor die graf. Hij was heel slecht uitgevoerd. Maar goed, dat doet er niet toe. Never mind. Ja, blinde mensen die kunnen beter voelen, toch? Dus, Je krijgt straks een item waar je heel erg blij van wordt. Weet ik niet. Jawel. Maar ik ga het niet verklappen. Hoezo is dat niet zo perfect? Oh ja, wacht. Azurill is zeker geen gras. Of geen water. Nee, is normal. Kut. Sorry. Bubbel. Oh ja, doe maar wel bubbel. Maar ondertussen weet je niet een watertype. Rot op, joh. Azumarill. De vorige keer toen ik je had, toen was het ook al zo'n kriem om je te evalueren. En nu doe je dit. Ben je een kriem om dood te maken? Dat is op zich niet negatief voor Azumarill. Nee, maar ja, voor mij wel. Ik loop wel erg voor nu, denk ik. Ze hebben inderdaad... Deze gast heeft inderdaad 6 Pokémon. Holy damn. Ik heb nog maar 5 slagen. Dat is meer dan de helft, maar goed. Ja, dat klopt. Even kijken. Ja, voorin route 111 nog. Oh, dat is alleen met surfing. Blinde man, die dan maar. Ik weet niet waar ik anders tegen hem moet doen. Ik zou nog een Goldeen kunnen vangen, maar dat zie ik ook niet echt zitten. Nee? Nee, Goldeen is een... En dan moet ik ook weer een waterstone hebben om te evolueren. En die zal je waarschijnlijk weer pas heel laat krijgen. Zoals we inmiddels gewend zijn. Dat is een goed punt. Van deze game. Ik vind dat in randomizers altijd zo kut. Dan heb je een Pokémon die je moet evolueren met een... Met een steen. Ja, en dan zijn je items ook gerandomized. Oh, ja. En dan daar en daar zit het item. En dan... Oh, wacht. Het is randomized item. Fuck. Dat... Oh, ik ga nu een dubbel battle doen waar ik gewoon een keuze voor had. Dus die had ik helemaal niet hoeven doen. Dat is echt dom. Hey, dat is niet een dubbel battle die ik gedaan had, denk ik. Tegen die cameramensen? Nee. Dit is. Nee, ik ben al een stukje verder. Ik ben al een stukje verder. Jongere meiden. Maar dat vind je wel lekker. Wat is dit toen was het stuk. Wat is dit voor expose? Gast. Gast, we zouden dat niet in de video doen. Weet je? Oh, ook nog paralyzed? What the fuck is dit nou, ja? Kut is, ik moet straks... een spot leeg hebben. Alleen, ik weet niet wie... Je kan al even temporary leegmaken. Ja, alleen... Dat is dus het kutte, want dan moet ik de hele tijd... Oké, je kan voordat je de grot in gaat... Want dan krijgt ook niemand XP. Nee, dat klopt. Ja? Je kan voordat je grot in gaat, kan je naar een Pokémon Center. Dan doe je daar een Pokémon weg. Alleen, je hoeft maar 1 trainertje te verslaan in die grot. En die heeft een Geodude. Dus ik zou iets van... Ja, okay. Een Pokémon meenemen met een fight of een gras of een wateraanval. Ja, precies. Ja, dat komt wel. Maar de aflevering zit er wel bijna op, zo'n... Oh. Zit alweer op 30 minuten. Oké, ik zit wel net in een... gevecht van 3 Pokémon. Echt natuurlijk zo. Dan ga ik eventjes terug om te healen. Hoeveel Pokémon heeft jouw tegenstander nog? 3. En hoeveel heb ik er verslagen? 3. 0. Ja, sad. Kon je toch zien in de Oh, wacht. Even mooi. Dat deed ik expres. Ik had al zo'n gevoel. Dat hij dat niet kan zien. Kijk eens. Nee, Simon, niet commenten daarmee. Ik ken jou.
Ah, Simon kijkt helemaal niet zo ver, joh, in de video. Ah, ja. Dat is een goed punt. Ah, shit, nu moet ik ook nog een... tegen hem trainen. Wardegun. Oh ja, wacht, dat is super slecht in deze game. Sad. Ah, gaat hem ook nog paralyzen, deze Beautyfly. August, oké. Dat mag. Oh! Oh! Wat knap, mijn Marsdom die gaat gewoon door, ondanks dat hij geparalyzed is. Wat is dit? Magie. Zoveel geluk heb ik nog nooit gehad in mijn leven. Maar Sander, die keer dat je een shiny... Ja, nee, dat heb ik nooit gehad. Nee, dat... Daarom ook. Nee, ik wil geen worry seed. Ik worry al genoeg. Dat niet ook nog over zaadjes hoeven te zorgen te maken. Oké, even kijken. Oeh, Mudslap, dat is wat chill. Harden maar weg dan. Die gaat er een. Nice. Ja. Is jouw battle al af? Nee, kut. Nu loop ik nog weer in de battle. Ik weet niet wat ik... Ja, ik moet nog één Pokémon, maar... Oh, tegen een Dustox. Waarom zit ik dan Fungi in? Nee, ik doe ook een Mega Drain. Oh, ik ben echt debiel. Ja, dat is best wel debiel, ja. Gust? Oh, please don't kill. Kom op. Nee, oké. Gelukkig. Dat is ook niet super effective natuurlijk. Ik zat ineens niet meer na te denken. Toen deed ik iets doms. Daar heb je wel vaker last van. Nou, hoe durf je dat nou zo te zeggen? Omdat het waar is. Cancel Milan, jongens. Cancel culture is slecht. Ja. Zo. Confused, god. Oh, wacht. Route 112. Kon ik daar niet een van de stones halen? Ik heb er maar twee. Oh, ik heb niks dat dit kan verslaan, zeker. Ja, bij Fong, maar die is een level laag. Ik kan zo'n Rock-type move gebruiken. Ik wacht hier even totdat jouw battle over is. Het duurt allemaal zo lang, jongens. Ja, ik weet het. Dat hoor ik vaker. Heb ik vaker last van. Rocktomb, kom op. Super effective. Gust, oké, dat doet niks. Dat is mooi. Rocktomb, hoeveel doet dat? Oké, dit is de IJzer 2 is dood. Dat is mooi. Confusion, nee, dan raak ik weer in hetzelfde. Nee. Oh, wat? Oh, hij raakte niet in hetzelfde. Jee. Mijn Aaron is een goed boy. Nou. Dus. Oké, Blind Bandit 22. Vital Throw. Oeh, dat is nice. Wel recoil, toch? Of niet? Ja, als hij mist. Oh. Hoeveel is de accuracy? Volgens mij. Oh, nee. De user attack. Oh ja, je gaat wel altijd als laatst. Dat is wel kut. Ik doe knock-off maar weg, want dat is echt een slechte move. Daar heb je echt niks van. Dan denk je, oh, een dark-type move, maar die is echt vet slecht. Oké, ik heb gewonnen. Ik heb geld geïnd van deze man. Nice, dan kunnen we de aflevering beëindigen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet op het kanaal van Sander te abonneren. Die vind je in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende aflevering van de Avatalok. Adios, amigos.